De oppositie ziet uiteraard een paar fouten in de tabellen staan, maar volgens minister Diependalen kan de oppositie niet goed rekenen. Hoog tijd dus om aan Jeremy van Eekhout te vragen of hij iets van boekhouden kent en of het Vlaams belang niet te veel het Chinees belang dient. Welkom Jeremy van Eekhout, parlementslid, maar ook voorzitter van Groen uiteraard. Begrotingsbesprekingen, het belangrijkste moment van het jaar toch wel politiek, raar genoeg. Absoluut. Het is soms een lange dynamiek in het parlement zelf, maar het is natuurlijk wel echt het belangrijkste moment. Inderdaad, het moment waarop dat politieke keuzes van regeringen zich vertalen in cijfers. En die cijferkeuzes die bepalen waarop al dat niet ingezet wordt. Dus voor ons altijd een zeer belangrijk moment. Ja, en uiteraard verschillen die accenten nogal eens grondig natuurlijk van wat deze regering wil en waar jullie het land naartoe zouden willen sturen natuurlijk. Ja, absoluut. En wij zijn wel kritisch voor wat er hier opnieuw voorgelegd wordt. Het is ook een beetje de laatste begroting van, van de legislatuur. Dus ook wel een moment om wat terug te kijken. Ja. Niet alleen op 5 jaar, maar op eigenlijk 10 jaar. Ja, of het volgende half jaar misschien, want meer gaat er niet meer in zitten. Nee, voilà, wat er al dan niet nog zal gebeuren het komende jaar. En voor ons blijft die begroting dezelfde fouten maken als de voorbije jaren. En dat is eigenlijk, als het gaat over bijvoorbeeld klimaatbeleid, zorgen dat een hele groep mensen die transitie niet kan maken. Eerlijk klimaatbeleid, dat is er eigenlijk niet bij. Heel veel mensen blijven het moeilijk hebben om te renoveren. Er wordt wel €5.000 cheques aan elektrische wagens gegeven voor mensen die een grote portefeuille hebben. Maar omgekeerd, openbaar vervoer, isolatie en renovatie, daar worden heel veel mensen achter. Ja, maar goed, er zijn ook die renovatiepremies. Men moedigt mensen toch aan om te renoveren. Men kan goedkoop lenen, et cetera. Ja, er gebeurt ook wel iets. Absoluut, er gebeurt iets. Maar onze kritiek daarop is dat die middelen hele grote mate gaan naar de 30% rijksten in Vlaanderen. En dat 4 op de 10 gezinnen tegelijk aangeeft, wij kunnen die stap niet zetten. Dus wat je moet doen, is die middelen heroriënteren net naar de groepen die het meest nodig hebben. Ja, natuurlijk. Wat dat betreft zou men natuurlijk ook wel kunnen zeggen, kijk dan eens naar wat er mogelijk is om uit te geven. Ik herinner mij dat uw collega Björn Joska toch mee die uitgavennorm gestemd heeft vanuit meerderheid en oppositie. Dus ja, dat men goed op de centen past, daar bent u het eigenlijk helemaal mee eens. Want u verwijt vaak, bespaart alles kapot. Nee, men moet wel goed op onze centen passen. Maar uiteraard, of je nu links bent of rechts bent, zorgvuldig financieel beheer is een zeer belangrijk iets. De vraag is natuurlijk, waar geef je die middelen aan? En zie het ook als, niet alleen als uitgave, maar als investering. Ik ga een voorbeeld geven. Ik heb deze ochtend een heel groot debat met Hilde Krewits gehad over de jeugdzorg. Ja. We zitten in de warmste week. Heel veel problemen komen daar nu naar boven. En je ziet dat die sector eigenlijk naar adem hapt. Minister Krewits zegt, ik kan daar niet meer in investeren, want de middelen zijn op. Maar daar nu niet in investeren betekent een grotere factuur binnen 10, 15 jaar. Dan komen die mensen in verslavingszorg in de gevangenissen van morgen. Dus het is ook vaak een keuze van gaan we investeren of niet. En wat is de begrotingsfactuur op lange termijn? Maar dat is ook een keuze maken van, als je daar geen geld meer voor hebt, dan moet je het natuurlijk elders gaan halen. Of de belastingen dus gaan verhogen. Een horror voor iedereen. Dat is geen gemakkelijke discussie. Ja, natuurlijk. Maar tegelijk zitten we toch in een tijd. Er worden nog geld gegeven aan culinaire centra. We subsidiëren verlieslatende luchthavens. Een paar honderd miljoen euro gaat naar de carbon leakage, zogenaamd, van grote bedrijven. Die eigenlijk gewoon fossiele brandstoffen gesubsidieerd krijgen. Er is echt nog geld in Vlaanderen. En bij de grote bedrijven, de grote vervuilers. Ja. Dus die verantwoordelijkheid kan ook genomen worden. Matthias Diependalen, de minister van Financiën en Begroting, was niet echt mals voor de oppositie. Maar vindt u hem nu los van alles een man die goed op onze centen past? Nee. Ik vind Matthias een zeer aangename debater in het parlement. En het helpt om de ideologische discussies echt ten gronde te voeren op een eerlijke manier. Dus dat apprecieer ik. Maar de andere kant is wel dat hij een soort fake begroting indient. Want hij bedient nu een begroting in die in 2027 tot opnieuw naar een evenwicht moet raken. Mm-hmm. Maar eigenlijk zegt hij daarbij, we weten nu al dat bijvoorbeeld als het gaat over mensen met een handicap, over ouderenzorg, over de herenwelzijnsfactuur, dat daar meer geld zal moeten komen. Dus dat op lange termijn onze begroting helemaal niet in evenwicht is. Om dan nog over Oosterweel niet te spreken. Natuurlijk, maar dan zegt hij, goed, dan zullen we dat dan wel besparen. Maar dat zal werk zijn voor de volgende regering natuurlijk. Maar ik heb toch altijd de ambitie om niet alleen te zeggen, het is voor de volgende regering, maar om nu al verantwoordelijkheid te nemen voor de komende 10 jaar. Wie weet waar u nog belandt na 24, na juni 24. In de marge, maar misschien ook niet helemaal, viel plotseling het woord Philippe de Winter, ondervoorzitter van dit parlement. We kennen heel het verhaal van het Chinees belang, zoals sommigen de partij nu noemen. Maar goed, dat was die ene figuur. Moeten we dat nu allemaal zo beginnen uitvergroten, uitmelken? Ja.
Ik ben daar toch heel bezorgd over. En voor mij is het allerbelangrijkste dat dit nu echt ten gronde uitgezocht wordt, welke banden er in het verleden en op vandaag zijn. Want collega De Winter die heeft er de voorbije jaren nooit een geheim van gemaakt dat hij goede connecties had in China, dat hij goede connecties had in Rusland, in Syrië ook bij Assad, op de koffie en de thee ging. Dus je kan je toch echt de vraag stellen van in welke mate is de ondervoorzitter van het parlement, want die is niet alleen parlementslid voor Vlaams Belang, maar ook ondervoorzitter van het Vlaams parlement, is dat de goede rol die iemand aanneemt? Dat is juist, maar wat De Winter betreft, heeft er ook al wel voor gezegd. Ja, dat was misschien niet altijd de beste keuze trouwens. Hoeveel politici zijn er niet die de voeten gaan kussen zijn in het verleden van Poetin of van anderen? Goed, de oorlog heeft daar al veel in veranderd. U was er zeker niet bij. Maar hij wordt toch ook niet verdacht van een of andere geheimzinnige Chinese link of zo, Philippe? Maar dat is de vraag die wij nu gesteld hebben via het uitgebreid bureau van het parlement om aan staatsveiligheid de vraag te stellen. Zijn er redenen om bezorgd te zijn over de rol van Philippe De Winter in casu van de relaties met China, met Rusland of met andere bedenkelijke regimes? En als we daar een antwoord op krijgen, zullen we daar beter kunnen op antwoorden. Ik kan alleen vaststellen wat ik voorbij jaren zag, dat hij fier op foto stond, waarvan je nu inderdaad echt fundamenteel de vraag kunt stellen. Extreem rechts, die heeft wel een aantal rare sympathieën. Ja. Selfies laten trekken met gevaarlijke figuren, dat kan natuurlijk later als een boemerang terugkeren. Is het geen heksenjacht, zoals Vlaams Belang kopstukken zelf nu zeggen? Van, ja, dat is natuurlijk weer gemakkelijk. Omdat ook, er één rotte appel is, daarom heel de mantel. Het is toch een beetje cynisch dat de partij die zich groot maakt op vooral meningen, op karikaturen van mensen, op het iedereen door hetzelfde mangeltje halen, dat die zich nu beroepen op van oei, dit is van eenmalig iets. Wat wij zien bij Philippe De Winter, dat hebben we bij een aantal kopstukken in het verleden en vandaag van het Vlaams Belang gezien, dat er daar vreemde sympathieën zijn. En ook dat mag de kiezer weten die overweegt om volgend jaar misschien op extreem rechts te stemmen, welk bedenkelijk allooi er dan binnengehaald wordt. Oké, koekje van eigen deeg, dan hoor ik het dan. Of omgekeerd. Met alle Chinezen, maar niet met de deze, zoals ze in sommige streken durven zeggen. Nu, in sommige streken, u zit in West-Vlaanderen, u gaat daar de lijst trekken. Dat gaat een serieuze trekpartij worden, als we de peilingen mogen geloven. Maar ik heb vorige week een peiling gezien die helemaal weer iets anders deed, dit verhopen. Ja. Dus we blijven altijd rustig bij die peilingen. Ja. Ik ben zeer fier als co-voorzitter, als parlementslid, dat ik bij een partij behoor waarvan wij zeggen, kijk, wij weten waar we naartoe gaan, we weten waarvoor we staan. En we gaan dat niet laten afhangen iedere dag van al dan niet een bepaalde peiling. Nee, maar het zal wel knokken worden in West-Vlaanderen. Maar ik ben klaar om te knokken. Als je als Groene in West-Vlaanderen de stap zet, dan weet je van, dit is soms ook een debat die niet altijd evident is, maar waarvan ik ook weet, in het verleden en vandaag, dat er heel veel mensen overtuigd zijn. In de bosarmste regio van het land, in een provincie die 3 weken geleden nog helemaal onder water stond door de klimaatopwarming, dat mensen weten dat die klimaatstrijd een belangrijk is. Oké, zonder nu heel persoonlijk te worden, maar is het daarom dat u een snor heeft laten groeien? Het was november en dat was een actie voor mentaal welzijn bij mannen. En ik wou dat taboe mee doorbreken. Want dat valt natuurlijk op. U wil ook dat het opvalt. Dat weet ik niet. Ik heb vooral, er zijn mensen die zeggen, je moet hem afdoen, je moet hem aanhouden. Er zijn er die zeggen, laat een baard groeien. Ik verwijs naar een wijs filosoof die ooit gezegd heeft, ik moet juist niks. Ja, en dus ik laat die snor staan voorlopig. Natuurlijk. Laten we dan maar zeggen dat het hopelijk voor u in West-Vlaanderen allemaal snor zal zitten en dan komt alles in orde. Bedankt voor het gesprek. Ik wens u ook het allerbeste.